Toen onze club van vandaag eind jaren 30 werd opgericht, was er maar één veld hier in Capelle. Tegenwoordig staat er een prachtig complex en sinds afgelopen zomer is er zelfs een heus kunstgrasveld. Capelle lijkt klaar voor de toekomst, maar of het ook zo is, dat hoor ik graag binnen. Kees, jij bent voorzitter van Capelle. Hoe lang ben je dat al? Ik ben nu anderhalf jaar voorzitter. We hebben sinds anderhalf jaar eigenlijk een compleet nieuw bestuur. En via de jeugdcommissie en daar jeugdvoorzitter geworden. Uiteindelijk gestoomd naar uiteindelijk voorzitter van deze vereniging. En het kunstgrasveld sinds zomer 2015. Dus eigenlijk toen jij voorzitter bent geworden, is het er gelijk doorgekomen? Of het is niet mijn verdienste, denk ik. Nee, absoluut niet. Maar we hebben wel als bestuur daar eind vorig jaar heel hard op ingezet. En met de gemeente samen opgetrokken om toch eigenlijk voor een nieuw kunstgras te gaan, omdat de accommodatie dat gewoon nodig had. We konden niet meer zonder eigenlijk een goed veld. En eigenlijk was de enige echte optie voor ons kunstgras. We hebben onze poot ook stijf gehouden. De gemeente heeft daar gelukkig ook echt goed in meegewerkt. En samen, want het is niet iets van de gemeente alleen. We hebben dat samen met de leden, want die hebben uiteindelijk natuurlijk meebetaald door een hogere contributie, hebben we dat kunstgrasveld kunnen realiseren. Ja, want er zijn 90 Zeeuwse clubs ongeveer die allemaal kunstgrasveld willen. Ja. Dus er komt wel wat bij kijken om dat voor elkaar te krijgen. Ja, er komt echt wel wat bij kijken. Ja. En dat betekent dat we met name natuurlijk financieel moet je toch heel goed kijken van kan het allemaal wel. We kregen ook nog eens een keer van de gemeente uit een harmonisatie aan onze broek. Dus dat betekende dat we ook daar meer moeten gaan betalen. Dus het was echt wel even heel goed rekenen. Van kan dat allemaal wel en kan het er wel uit? Maar we hebben dus uiteindelijk een behoorlijke investering gedaan. En uiteindelijk hebben onze leden daar toegestemd. Ja. Anders had het nooit gekund natuurlijk. Want het is gewoon een heleboel geld. En de gemeente die moest groot onderhoud plegen. En dat was natuurlijk onze kans. Ja. Vandaar dat we hebben gezegd, we willen eigenlijk dat grote onderhoud meteen ook kunstgras doen. Nieuw kunstgras, een vrij nieuw bestuur, zeg je al. Betekent dat deze vereniging klaar is voor de toekomst? Wij zijn wel klaar voor de toekomst. En dat betekent dat we de hele accommodatie op orde hebben. We ons nu heel duidelijk echt op de voetbal aan het richten zijn, ook als bestuur. Ons eerste voetbalt nu in derde klas. En we willen eigenlijk echt wel naar een tweede klasser en een stabiele tweede klasser. Dat moet ook kunnen. We hebben meer dan 500 leden, dus dat moet gewoon kunnen. Derde klas veel te laag voor Capelle. Dat is eigenlijk te laag, ja. En op wat voor termijn hebben jullie dat in gedachten, dat stabiele tweede klasse worden? De komende 3 tot 5 jaar moeten we dat echt gaan realiseren, vinden we. We zien nu in de jeugd hebben we een nieuwe TC, dus een nieuwe technische commissie. Nou, dat betekent dat je vanuit de jeugd echt moet gaan opleiden en zorgen dat je de aansluiting krijgt met en eigenlijk al die prestatieve teams. En zorgen dat je door kunt stromen naar de eerste selectie uiteindelijk. En dat je dan ook vanuit je eigen teams eigenlijk je aanwas hebt zoveel als mogelijk. En dat is toch wel het karakter ook van deze club. Het is een dorpsclub. Ondanks dat die behoorlijk groot is geworden, is het een dorpsclub. We gaan nog horen van Capelle in de top van het Zeeuwse voetbal. Absoluut, daar ben ik van overtuigd. Ja. Jan, jij bent vaste supporter van Capelle, maar ik was hier van het seizoen de wedstrijd tegen Ierse kent. Toen heb ik ook loodjes bij je gekocht, toch? Ja, dat doe ik elke week. Loodjes verkopen. Wij doen geen entree vragen, maar wij verkopen loodjes. En dan kunnen de mensen een boodschappentasje winnen, een snoeptasje, een taartje. In plaats van entreegeld? Ja. En dat zijn dat soort boekjes? Ja, ik heb altijd een beetje aanbiedingen. Je kan er eentje voor 50 cent kopen, maar je kan er ook 5 voor 2 euro kopen. Maar je kan er ook 15 voor 5 euro. Nou, jongen. Hoe lang ben je al bij deze club? 32 jaar, ja. En hoe hier binnengerold? Nou, ik ben 32 jaar terug hier komen wonen, want ik woonde altijd daarvoor op een schip. En daar voetbalde ik bij Hoek. En het ging weer, mijn vrouw was in verwachting van de tweede en we moesten van die eigenaar van het schip af. En zo ben ik in Biezelingen terechtgekomen. En ik ben gelijk de eerste beste zaterdag hier naar het voetballen wist te kijken, want ik was een voetbalminder. Ik voetbalde bij Hoek toen, Hoek 3. Ik wou toch voetbal elke zaterdag, 32 jaar geleden. Nou had het niet meer, maar... Nou ja, zodoende kwam ik hier zo en ik ben gelijk lid geworden en ik zit er nog steeds. Ja, want in Biezelingen was geen club natuurlijk. Nee, daar heb ik ooit wel eens aan gedacht om dat eens op te richten. En dan bij mij voor in de tuin. De FC Biezelingen. FC Biezelingen. Chocomel in de rust bij mij in de tuin. Maar dat is er niet van gekomen. Nee. Wat is zo mooi voor jou aan Capelle? Want je bent er elke thuiswedstrijd bij, hè? Elke thuiswedstrijd. Ik ben altijd thuiswedstrijd bij het eerste. Ik ben er gewoon elke zaterdag.
ik ga niet met de eerste mee, ik ga ook niet met de tweede mee, maar ik zie die jongens elke week graag voetballen. Voetballen is mijn, ja, dat vind ik prachtig. Daar kan ik uren naar kijken. Dan heb ik wel begrepen dat je één ding niet zo mooi vindt aan deze club. Ja, dat is shirt, hè. Dat shirt, oh, dat is van binnen van. Ik zeg tegen mijn vrouw toen ik gewist te kijken. Ik zeg, ja, het is een, ik weet niet of ik hier ga voetballen. Want ze voetballen in Ajax-shirts. Ik zeg, ik als Feyenoorder, hoe kan je nou in een Ajax-shirt gaan voetballen? Want heel vroeger, als ik heel jong was, want wij hebben op Wemeldingen gewoond. Ik zeg, zat ik zelfs nog te denken van, zou ik anders niet in Wemeldingen gaan voetballen? Dan heb ik niet dat Ajax-shirt. Maar dat kan gewoon niet, dan ben je nooit. Nou, zo is dat ik eigenlijk een beetje gekomen. Maar je hebt het nooit doorgekregen dat ze het shirt hebben aangepast voor jou? Nee. Dat gaat niet lukken ook waarschijnlijk. Nee, ik heb wel eens gezegd dat ik de staatsloterij win, zoveel miljoen. Koop ik hier alles, maar we gaan eerst een shirt veranderen. Niet gelukt. Tijd weer voor het kliko schieten. Ja, Marco, het record is van Jong Ambel, 150 punten. Zie je het zitten? Ik zie het zeker zitten. Jij bent ga ervoor. Aanvoerder van Capelle 1, hè? Klopt. Wat, voor, wat voor ploeg hebben jullie? Goede ploeg, sterk, mentaal. Iets minder af en toe in sommige wedstrijden. Is dat het probleem een beetje? Dat is soms wel een beetje het probleem. En dan moet je als aanvoerder een beetje opheppen, toch? Dan moet je eens opheppen, klopt, ja. Ja. En jij bent 24, maar toch al veel 24. Ervaring in het eerste. Ja, 7 jaar. Dus, vroeg begonnen? Vroeg begonnen. Ik was er vroeg bijgepakt. Ja. Jullie zitten in de derde klasse met veel ploegen uit de regio, hè? Is dat leuk? Ja, is fantastisch. Zeker met die derbies erbij. En dan hoef je ook niet te ver te reizen. Dat is gewoon... Dat is gewoon leuk. Ja, nou sprak ik in het begin van deze uitzending met de voorzitter. Die zegt, ja, Capelle is een grote club met veel leden. Wij moeten eigenlijk een stabiele tweede klasse worden. Vind je dat ook? Eigenlijk wel, ja. Dus jullie willen op termijn naar die klasse toe? Op termijn wel, ja. Nou, ik ben benieuwd of daar de kwaliteiten voor zijn. En dan gaan we natuurlijk testen met de kliko's. Ik hoop het. Ik ga mijn best doen. Dankjewel. Oh, net te zacht. Ja, de eerste 25 punten zijn binnen. Ah, je ging voor de 50, hè? Ja. Ja, het moet ook wel om in de buurt van de recordhouder te komen. Ja, 50. Nou, nog eentje erbij, Marco. Ja, netjes gedaan. 100 punten. Net niet genoeg voor de eerste plaats. Toch een beetje tevreden? Ik ben zeer tevreden. Veel succes in de competitie. Peter, jij bent het clubicoon van Capelle. Ja, je hebt echt heel veel jaren in het eerste gespeeld, hè? 20 jaar, ja. In totaal? In totaal bij elkaar, ja. Want ja. Dat was verdeeld over twee periodes? Over twee periodes, ja. Een periode voor ACPROVIR en een periode ACP weer terugkwam van België. Ja, want je bent prof geweest in België. Ja, wij waren hem. Hoe is dat gegaan? Ja, hoe heeft het dat gegaan? We hebben een paar proefwedstrijden gespeeld bij Lokeren. En... ja, toen is dat niet doorgegaan, toen weet je wie de voorzitter die weer ziek eigenlijk. En toen heb ik een tijdje niks gehoord van. En toen moesten we maar even met tegen Denteloord spelen hier op Capelle. En toen kwam ik Hans Kroon kijken voor een spets van Denteloord. De trainer toen van Waregem? De trainer toen van Waregem, of die hing toen aan Waregem. En goed, wij wonnen bij 5-1 en ik scoorde 5-0. Dus de link was eigenlijk al een beetje gelegd. Ja, die dacht ik moet die van Denteloord niet meer hebben bij de Capelle. Ja. Hoe was dat voor jou om prof daar te zijn? Ja, bij hen was het heel zwaar. Je moest van 2 keer trainen in de week, 10 keer in de week trainen. Nou, dat was behoorlijk pittig, dat kan ik je wel zeggen. Dus het was even een gewenningsperiode. Maar goed, het was een hele mooie tijd geweest. En je was niet de enige Zeeuw daar, hè? Nee, samen met Adje Poortvliet uit Arnhem-Muiden heb ik samen daar opgetrokken. En in een flat zaten we daar bij z'n tweeën. Dus dat was nog best wel gezellig ook. Dus ik kon nog een beetje op z'n Zeeuws praten. Hoe lang heeft dat profavontuur geduurd? Voor Ad was het maar een jaar en voor mij 2 jaar. En waarom is het toen gestopt? Ja, goed, ik was niet goed genoeg. Ben ik eerlijk in. Ja. Ja. En toen dacht je terug naar mijn clubpie? Had ik terug naar Capelle. En ik kon eerst dan naar de Vlissingen toe. Ook Adje Poortvliet. Maar toen begreep ik, als je kreeg 6000 gulden en ik 7. Dus ik dacht, dat ga ik niet doen, want het verschil moet er niet wezen. Nee. Dus nu ben ik teruggegaan naar mijn oude roots en hier in Capelle. Ja, nou zie ik hier in dit krantenbericht dat er nog best wel wat bij kwam kijken, hè? Terug naar Capelle. Want hier staat dan, ja, de koppenmaker heeft niet zo goed opgelet, want er staat Jan de Waard. Inderdaad. Maar juridisch steekspel, hoe zat dat? Ja, ze wou toch nog wel een paar frangen van mij zien om terug te gaan naar Capelle. Dus precies. Weet ik het ook niet meer hoe dat zat, maar dat was een juridisch steekspel tussen de KVB en
de voetbalbond in België. Ja. Maar goed, op het laatste hebben wij toch het laatste eind getrokken. En dan, ik mocht dan weer terug naar Capelle. Je komt met gesloten beurs weer terug. Ja, de krant zegt, nog voor het seizoen werkelijk is begonnen, heeft Capelle een belangrijke overwinning geboekt. Zo belangrijk was jouw terugkeer eigenlijk toen. Ja, ja zeker. Ja. Inderdaad. Voor mij en voor de vereniging ook. Ik ben best een verenigingsmens. Ik heb al jaren in de jeugd getraind en tweede getraind en afijn, noem maar op. Wat is voor jou bij Capelle als actieve voetballer het hoogtepunt geweest? Nou, tot de promotie naar de hogere klasse in die tijd. Ja, precies andere jaren weet ik niet goed meer, maar toen gingen we van de vierde naar de derde klas. We zijn toen samen gepromoveerd bij Joost Capelle. Dat was eigenlijk het hoogtepunt eigenlijk. Ja, ja, dus je hebt bij Capelle genoten, maar ook als prof genoten. Ja, precies, inderdaad. En goed, als trainer van tweede zijn we ook nog een keer kampioen geworden. Dan gingen we naar de hoofdklasse. Dus dat is ook een mooie periode. Denk je nog wel eens bij jezelf, was ik nog maar actief voetballer? Ja, ik heb het nog lang gedaan. Ik ben nu 2 jaar gestopt met voetballen. En ik denk zeker nog wel eens terug aan die tijd. Ik was het nieuwe was als toen. Maar ja, goed. Zo gaat het, hè? Zo hard het, toch? Hey? Daar mag je niet meer nooit meer op terugkijken, vind ik. Dit zijn de helden van Team Capelle. Met van links naar rechts Dominique Duinen, 10 jaar van de D1. Daniek Tolhoek, ook 10 en ook van de D1. En helemaal rechts Jake Eversdijk, 12 jaar en spelend in de D1. Team Capelle, zijn we er klaar voor? Ja. 3, 2, 1, ja! Kom aan, Jake. Goed zo, en eromheen. Ja, mooie techniek. Weer eromheen. Wat een aanmoediging, zeg. Prachtig. En goed mikken, Jake. Ja, gelijk raak. Goed zo, Dominique. Kom op, hè. Kom op, hè. En goed kijken, Dominique. Wordt dit de tweede raakhal? Oeh, op de lat. Ja, kom op, hè, Daniek. Oh, even terug. Heel goed. Oh, wat een techniek, zeg. Prachtig. Goed kijken, Daniek. Oh, iets te snel geschoten, denk ik. Ja, Jake. Oh, ik zet hem wel recht. Ja, Jake. Oh, jammer. Ja, kom maar. Oh, even terug. Ja, is goed zo. Scoren is belangrijker dan de tijd. Goed kijken, Dominique. En, oh, weer de lat. Laat je schieten, had je gewonnen, maar. Kom op, Daniek. Rustig kijken straks als je er bent, hè. Rustig kijken en, oh, terugrennen, Daniek, terugrennen. Naar hier. Terug. En gestopt. Team Capelle, 1 minuut 14 en 91 honderdste. 1 treffer, begon goed Jake, maar niet goed voor de eerste plaats. Maar wel een groot applaus voor die. Dag Jacco en René. Hoi Jan Jaap. Hey, goedenavond. Wat gaan we doen vandaag? We zijn vandaag bezig met het onderhoud van het kunstgrasveld met de Capelle. Oké, en dat is jullie taken, dat is René? Een van onze taken, ja. In ieder geval het kunstgrasveld wat we nieuw hebben van dit seizoen. Sowieso hebben we het onderhoud erbij gekregen. Dus ja, dat is eigenlijk wel een van de belangrijkste taken. Want hij is er nog maar net. Het is natuurlijk een aanwinst voor de club, maar je moet er ook wat aan doen. Sowieso een aanwinst voor de club. Sowieso al qua training is het sowieso al een hele aanwinst. Maar normaal hadden we hier gewoon een voetbalveld, maar dat was eigenlijk half oktober was heel het veld al helemaal kaal. Ja. Nou, met kunstgrasveld kun je in ieder geval altijd trainen. Dan zie ik ook een tractortje staan. Ja. Dat moet ook gesleept worden. Dat moet ook gesleept worden, ja. Nou, als jij dat even doet, dan gaan we even vegen. Strooi jij met de rubber? Oh ja, dat is goed. Ja, je moet wel even uitleggen. Ja, bij de stip een beetje? Ja, een beetje bij de stip. Dat is meestal een plek die heel snel kaal is. Okay. Standbeen. Dan veeg ik het wel in. Oh ja, dat is goed. Met hoeveel man doen jullie dit nou? Nou, onze onderhoudsploeg bestaat uit een man of 8. Ja. En daarnaast zijn er natuurlijk nog diverse vrijwilligers die ook de rest van de kantine en dergelijke bijhouden. Oké, en dit is roet uit open haard? Of, Nee, dit is oude autobanden zijn, dat is gewoon rubber. Oké. En moet er veel op of niet? Nou, een millimeter of 28 moet er in totaal liggen. Oké. Dus een centimetertje gras als je ziet is voldoende. Oké, daar hebben we René weer. Hey, ja. Hey, moet ik er ook nog op? Even een stukje rijden. Hoe moet dat dan maar, precies? Kom maar op. Ik ga wel gelijk een keer de pedaal. Sorry, ja, ik ben niet zo handig. Kom maar zitten. En nu? Nou, dit is je handgas. Ja? Ja, als je dan voor hebt, dan heeft hij meer gas. Oké. Ja. Hier, het pedaal, als dat intrapt, gaat hij vooruit. Moet ik hem nu al naar voren? Ja, doet hem maar naar voren. Juist.
Gas geven en rijden maar. Wow, hey, bedankt Tessa, man, dat is succes. Succes ermee, hè. Ga prima. Tijd weer voor de penalties, deze keer met Lars van Capelle. Ja, Lars, jij freewheelt de laatste jaren een beetje tussen het tweede en het eerste, hè? Ja, klopt. Ik zit nu dit jaar weer vast in het eerste. En dan 2 jaar geleden ook. Vorig jaar had je een tweede gedaan. Ja. Is goed bevallen, maar nu weer terug in het eerste. En een beetje in vorm dit seizoen? Ja, moet nog komen. Ik zit nu even in een dipje, maar sterk begonnen. Maar kan nog beter. En vanavond kan je veel zelfvertrouwen opdoen, hè? Dat is wel de bedoeling, ja. Voor hoeveel ga je? Want ik hoorde net al 5 van de 5. Nee, nou, ja. 1-2 moet wel lukken. Succes, hè? Ja, dankjewel. Je had hem bijna. Niet slecht voor mijn debuut op kunstgras. Oh! Scheelt niks, man. Ah! Goed gevaart. Weer overmoedig op het laatst, maar toch weer 4 raak. Tot volgende week.